Hoe kijk je terug op dit seizoen, Rogier? Ja, uiteindelijk met een goed gevoel. Maar ik denk als je kijkt naar wat onze doelstelling is geweest, is het handhaven geweest in de Eredivisie. Dat hebben we eigenlijk vanaf de eerste dag ook gecommuniceerd. Nou, op de tweede dag viel onze aanvoerder eigenlijk al weg van het seizoen, hè, Rens van Eijden. Dus daar hebben we naar gehandeld. Hè. En uiteindelijk zijn er veel nieuwe spelers gekomen, is eigenlijk een nieuwe selectie gekomen. Nou, gaandeweg het seizoen hebben we eigenlijk die doelstelling behaald en eigenlijk ook nooit echt in de problemen geweest. En ja, dat, als je dan zeg maar, nu naar de tijd terugkijkt, geeft dat natuurlijk een uitstekend gevoel. Hè. We hebben gewoon voldaan aan die doelstelling. En natuurlijk heb je ook wel een gevoel dat er misschien meer in had gezeten als je in de laatste wedstrijd thuis had gewonnen. Alleen, ik denk dat we als club en als elftal en als staf wel tevreden kunnen zijn. Ja, het was wel ook een beetje het seizoen van de verschillen. Hè? Als je het in tweeën deelt, voor de winterstop, na de winterstop, uit en thuis. Klopt. Hè. Normaal gesproken zul je meer thuiswedstrijden winnen dan uitwedstrijden. Dat is bij ons niet gebeurd dit seizoen. En ook zeker na de winter hebben we ook gewoon meer moeite gehad om de wedstrijden te winnen dan voor de winter. Dus dat is zeker een verschil. We zijn ook nog niet klaar met het seizoen. Hè. Dus we zijn ook wel aan het evalueren en aan het bekijken van waar zit hem dat nou in. Dus dat zullen we ook zeker meenemen naar volgend seizoen. Ja, ik mis eigenlijk een beetje na de winterstop eigenlijk een beetje de durf om te voetballen. Je zag in het eerste deel van de werd eerder een balletje naar voren gespeeld tussen linies. En in de tweede helft balletje terug, balletje breed. Ja, het is geen terug. Durf, denk ik. Dat heeft eigenlijk niks met durf te maken. Het heeft meer te maken met ook te maken met de manier van voetballen is natuurlijk op een gegeven moment bekend. Nou, daarin hebben wij niet heel veel afwisseling kunnen hebben. Dat heeft ook te maken met de selectie die we hadden. We hebben in het middenveld bijvoorbeeld veel dezelfde type spelers gehad. We hebben ook een hele tijd zonder echte spits gespeeld. En de spits die we hadden, die is 19, die speelde voor het eerst een heel seizoen seniorenvoetbal. Dus had ook tijd nodig en ook soms momenten nodig waarop het wat minder was met hem. Dus dan kom je aan een bepaalde manier van voetballen. We hadden geen ploeg waarmee je de lange bal kon spelen. Dus je komt op één manier van voetballen. En dat hebben we denk ik uitstekend uitgevoerd. Op een gegeven moment zijn tegenstanders daar natuurlijk ook op ingesteld. Ja, en dan komt het aan op het verbeteren van hetgeen wat je aan het doen bent. En daar hadden we veel moeite mee. Nou is er altijd kritiek op een trainer. Hoe goed je het ook doet, komt altijd wel kritiek. Veel gehoord was ook wel een beetje de speelstijl. Hè? Die wisselde je nog wel eens vaak. Waarom deed je dat? Nou, het is niet zo'n enorm verschil hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het is meer denk ik dat op het moment dat wij 4-3-3 spelen of 5-3-2, dat het verschil is. Hè? De getallen die naar buiten worden gebracht, maar in de speelwijze is er heel weinig verschil. Maar natuurlijk als je soms tegen ploegen speelt die bijvoorbeeld met twee spitsen spelen, of op het middenveld in een andere formatie, hadden wij het geluk dat we drie fantastische centrale verdedigers hebben. En daarom hebben we daar wel eens in gewisseld. Nou, ik heb ook het verhaal verteld van een spits die we een hele tijd niet gehad hebben. Of waar wij vonden dat hij op dat moment niet niveau had om te spelen. Nou goed, daar hebben we andere keuzes in gemaakt. Maar de manier van voetballen, die was niet veel anders. Ja, toen kwam het moment, 34 punten behaalden jullie. Viel er toen dat eigenlijk een beetje, dan zeggen we van dan ben je er wel. Dat blijkt dit seizoen ook niet helemaal zo te zijn. Maar viel er wel toen een beetje een last van je schouders? Nou, niet echt een last moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nooit echt in de stress gezeten voor play-offs of voor degradatie. Daar ben ik eigenlijk nooit echt mee bezig geweest. Dus ik denk dat ook wel terug is te zien in het elftal. We hebben altijd wel rust uitgestraald. En die rust is niet alleen uitgestraald, maar die hadden we ook echt. Maar natuurlijk weet je, als je kijkt naar de geschiedenis in de Eredivisie, met 34 punten ben je een heel eind. Dus dat is wel het eerste waar je naartoe werkt. En uiteindelijk hebben we 34 punten gehaald, maar daarna wil je weer meer. Alleen, je ziet dit jaar dat 34 punten dus niet genoeg is geweest. En daarom is het ook maar goed dat we daarna nog een puntje of vier erbij gepakt hebben. Als je de één wedstrijd moet uitpakken, waar ben je het meest trots op? Waar vond je dat jullie het beste speelden, laat ik het zo zeggen? Er zijn wel meer wedstrijden. Ik was eigenlijk heel trots op de wedstrijd die we in de Kuip hebben gespeeld. Hoe wij ons als team daar hebben gepresenteerd. Achtergekomen, teruggekomen op een goede manier. En uiteindelijk dan in die laatste fase wel verloren. Maar wel de manier van voetballen was prima. Daarna gaan we naar Fortuna.
Waar we ons ook uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Ik vind dat we hier thuis tegen Groningen heel goed gespeeld hebben. Die wonnen we met 3-0. Ik vind thuis tegen Ajax dat we het ook uitstekend gedaan hebben. Dus er zijn meerdere wedstrijden of momenten in wedstrijden waarvan ik denk, ja, daar hebben we ons laten zien. En nou goed, dat moeten we uitbouwen naar volgend jaar. Ja, voor volgend jaar, er moeten wel wat spelers bij. Wat zijn je wensen? Natuurlijk moeten spelers bij. Hè. Er zijn ook spelers die weer weggaan. Hè. We zullen gaan proberen om het elftal beter in te vullen dan dit seizoen. Hè. Dus we gaan ook natuurlijk een aantal posities waarin wij vinden dat we dit seizoen... waarin we ons kunnen versterken ten opzichte van dit seizoen, laat ik het zo zeggen. Hè, en dat iedereen weet dat we natuurlijk op zoek zijn naar een spits. Hè, daar zijn we eigenlijk al een jaar of drie naar op zoek, hè, om de juiste spits te vinden bij NEC. Nou, ik denk dat we in onze middenveldbezetting moeten proberen wat te kunnen variëren. Hè, dus we hebben nu, vind ik, veel voetballers. Hè, en ik denk dat we daar ook wat fysiek vermogen en wat loopvermogen aan moeten toevoegen. Nou, en uiteindelijk gaan we zo het elftal opbouwen en... denk ik dat we weer een mooie selectie voor elkaar kunnen krijgen. Ja, hoe kan het dat het zo lastig is om een spits voor NEC te... Wat maakt dat dan dat wij hem niet kunnen vinden hier in Nijmegen? Ja, in eerste instantie heeft het heel veel te maken met financiële middelen. Hè, we hebben natuurlijk ook een aantal jaren op een laag niveau gespeeld. Spitsen zijn de duurste spelers die er zijn. En iedereen wil een goede spits hebben. Nou, Rens wist je al dat hij ging stoppen. Een paar weken geleden maakte hij dat bekend. Barreto heeft dat onlangs bekend gemaakt. Was dat bij jou al eerder bekend? Ja, dat was bij mij al eerder bekend. Dat was al enkele weken bekend bij mij. Dat was ook bekend bij de spelersgroep. Dus dat hebben we ook kenbaar gemaakt aan de spelers. Hij heeft het zelf bij mij gedaan. Ik heb het bij de spelers gedaan op verzoek van hem. Ja, en voor de rest is het naar buiten toe bekendmaken voor hem en voor de club. Ik bedoel, het is een speler met een grote carrière. Het zou gek zijn als ik ga zeggen dat hij stopt. Nee, dat is iets voor hemzelf. En uiteindelijk is het gelopen zoals het gelopen is. Denk ik dat we daar als club ook weer van kunnen leren, hè, hoe we dat communiceren. En uiteindelijk heeft, denk ik, heeft hij wel het afscheid gekregen wat hij verdient. Wat blijft er hangen van dit seizoen bij jou? Eigenlijk wel, vind ik, hoe we NEC neer hebben gezet in Nederland eigenlijk. Als ik zie hoe we uitwedstrijden beleefd zijn met supporters. Hè, hoe geweldig we daar erop staan. Ook bijvoorbeeld de wedstrijd bij Feyenoord. Maar ook de eerste wedstrijd thuis tegen Zwolle. Als je voelde de adrenaline van het publiek, hè, op de tribune. De samenwerking met de spelers. Ik ben nu al een tijdje bij NEC. Dat heb ik de afgelopen jaren niet zo meegemaakt. Dus dat geeft wel aan dat de club leeft. En ik denk dat we daar trots op mogen zijn. Ja. En nu zeg ik wel fijne vakantie. Ja, nou dankjewel. Ik heb er zin in. Dankjewel.